Hier in het landelijke Neuringen op het grondgebied van Denderwindeke ging voor de vierde maal het tweedaagse Belgisch kampioenschap kleiduifskieten door, waarbij skutters en kampioenen van over het hele land aanwezig waren. Een sport die in ons land op alsmaar minder plaatsen kan beoefenen, maar er gaat niets boven de euforie dan een kleiduif stuk te schieten. Nien of Media was er zeer graag bij op zaterdag namiddag. We hebben hier bij onze inrichter van de kleiduifskieting hier in Denderwindeke, Ivan van der Slagmol. Ivan, succes terug, hè? Tevreden? Heel tevreden. Dankzij het weer dat er gegeven is, had ik minder volk verwacht, maar alles is verlopen. Veel volk, goed verlopen. Vertel een keer, wie komt er hier zo allemaal langs naar de kleiduifskieting hier? Dat zijn mannen die Olympische Spelen al meegedaan hebben. Ja, wat voorschutters, enorme goeie. Ja, die schieten uitslagen tot en met. En die komen ook hier. Ook genoeg zet, uw kaak er tegen. Nee, uw kool voor. Uw kaak er tegen, plat kijken. En dan, denk maar bij klaar, roept er gewoon ja. Ja. Zat er iets onder? Ja. Of zit er iets over? Probeer nog eens. Uw wapen. Dag meneer De Mulder. Jullie zijn ook op de kleiduifschieting in Denderwindeke. De wapens die hier bij jullie op je schouders liggen, wat kost dat precies zoiets? 2500 of 5000 euro. Allebei? Een stuk, ja. Een stuk. Dat is wel al een serieus prijs. Zijn er nog duurder in? Ja, tuurlijk. Ja, toch. Van 10.000 euro. Vanaf 800 euro heb je er al. Maar ja, hoe meer dat je schiet, hoe meer slijtage is erop. Hè. Dus het is beter van iets deftig te hebben. Ja. En wat is iets deftig bij jullie? Wat maakt dat precies zo duur dan die wapens? Ja, een goed wapen. Hè. Eigenlijk, ja, Browning, Beretta, het zijn allemaal goede merken. Dus ja, gewoonte, gewicht. Gewoonte van mijn geweer te schieten en dan doe je voort met dat geweer. Hoeveel hebt u hier zo thuis liggen bij u? Ja, dat is hier mijn enigste thuis. Ja, ja. En doet u dat vaak, dat kleiduifski? Ja, alle weken bijna. En alle weken. Ja, ja. Het is een echte passie bij jullie eigenlijk? Ja, dat is passie, ja. Inderdaad, ja. Zo. Vaak prijzen mee naar huis genomen nog? Vroeger wel. Vroeger waren er veel wijskietingen, waar dat er heel mooie prijzen waren. Frigo, nog een varken gewonnen ook in de tijd. Leuk. Levendig varken, dus. Wat zei de vrouw dan als je ermee thuis kwam? Ja, ze wist dat ze kwam mee. Ja. Dat was in de jaren 90. Ja. Ja. Nu is het wel minder, nu is het dus wijn of zo. Kleinere prijzen, maar ja. Het is nog altijd leuk. Hallo, dag Benjamin. Wie komen we hier tegen eigenlijk vandaag? Ja, ik dacht, ik had dat op Facebook gezien en ik heb dat 10 jaar geleden ooit een keer met mijn werk gedaan. En dat leek mij een keer iets toffer om ter ontspanning te komen doen. U doet het niet echt als competitie eigenlijk, zoiets? Nee, dit is een oefenstand. Ik denk dat er achter mij een trapstand is voor de echte kleiduifschieters en dat is puur voor te oefenen. U zegt een oefenstand. Wat hebt u eigenlijk gescoord vandaag of moet u nog beginnen? Nee, we hebben juist gedaan, we hebben 3 reeks gedaan. Dat was 3 keer 10 schoten. En als je er in 1 keer op zit, heb je 2 punten. En na 2 beurten, dus je kunt 2 keer schieten als je wilt, dan heb je 1 punt als je erop zit. Een dure hobby zoiets? Hoeveel hebben wij nu betaald? Ik denk een 25 euro de man voor ja, 30 schoten. Oké. Het is niet goedkoop, maar het is wel nog iets anders dan gaan bowlen of gaan... Gaan zwemmen, ja. Kan u van zo'n dag genieten eigenlijk als inrichter zelf? Voor eerlijk te zijn, niet. Je bent wel met weer bezig. Je doet er veel voor, want veel mensen weten dat niet. Maar ik wil dat ook laten openbloeien, omdat dat ook meer wat aan het uitsterven was. Maar nu, ja, ik probeer na volgend jaar toe 2 schittingen te geven op 2 plaatsen. Dus dat is de bedoeling, maar het is wel enorm stresserend. Ook als het slecht weer is, veel minder volk, wat dan normaal is. Maar dat is wel, ja. Maar een keer maandag, dan is het in orde. Alles, ja. Eenvoudig om aan die vergunningen te komen? Nu wel, ja. Dus als je een eerste opstart doet voor een weddenschitting, het is wat ik zeg, nu volgend jaar zou ik er 2 geven. Dus dat moet allemaal aangevraagd worden. Nu hier, het geval hier is... Gewoon, dat is nu het 4e jaar dat ik hier doe, het Belgisch kampioenschap nu terug, voor de 2e keer al hier. En nu, dat gaat zijn gangen, ze weten dat al van hier, elk jaar is er een schitting en nu is dat geen probleem meer. Je moet er niet veel meer voor doen al, hè. Wel, de gemeente moet er wel ook allemaal, ze moeten daar allemaal van verwittigd worden, de gouverneur, dat komt allemaal in dan, maar ze weten alles is in orde. Vrijdags komt de politie hier kijken dat alles hier in orde is en ja, en dan mogen we starten, hè. Ja. Vandaag zelf al een keer enkele kleiduifjes naar beneden geschoten? Ik ben heel content. Dankzij dat ik zo moe ben, heb ik 5 reeksen geschoten en 4 maxen geschoten. Dus ik doe wel mee voor het kampioenschap van België.
Dag meneer, wie bent u precies? Wouters Danny, uit Limburg. Zover? Zover, ja, inderdaad. Komen jullie eigenlijk terecht in Denderwindeke? We hebben Ivan en Kelly leren kennen op vakantie in Spanje. En het een bracht het ander mee. En hij geeft dan elk jaar hier een kleiweiding. En daarmee dat wij naar hier gekomen zijn. Doen jullie dat vaak zoiets, dat kluit afschieten? Ja, wij doen dat regelmatig, ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan, die hobby, bij jullie? Oh, iedereen, ja. Jagers. We zijn jagers en vrienden wat jagers zijn. En dan zo met kleiduif blijven oefenen, hè. Ik heb net tegen een jager gesproken en die zegt mij dat het toch iets helemaal anders is tegen het jagen op dieren. Ja, jagen op dieren is, dat is geen hobby, dat is geen sport, dat is een passie. En het kleiduiven, ja, dat beweegt niet. Allee, dat gaat en dat schiet je. Gebeurt dat nog vaak in de Limburg, deze sport? Dat gebeurt af en toe nog wel eens in Limburg, ja. Hoe heeft het hier vandaag al geweest? Hoe zegt u? Hoe heeft het vandaag hier al geweest voor jullie? Ah, oh, geweldig, hè. Al prijzen? Ja, 1,5 kilo spaghetti. Ja. Bij ons hier Andy van der Perre, hier in Denderwindeke op de kleiduifschieting. Andy, kan je ons iets meer vertellen van de kleiduifschieten? Hoe werkt dat precies? Het kleiduifschieten, ja, is inderdaad een hele mooie sport, maar de werking daarover is, je moet 3 maxen schieten om een finale te schieten op zondagavond. En daarvoor moet je dus 3 keer 20 op 20 schieten. En dat wil zeggen, dus 3 keer met je eerste schot 10 kleis na elkaar schieten. En dan schiet je op zondagavond een barrage, dus al de schutters die 3 maxen geschoten hebben, kampen dan de zondagavond af. Dit is voor de prijzen dat de organisator geeft. Ja. Wat is nu eigenlijk het moeilijke eraan aan het kleiduifschieten? Ja, je moet toch wel een goede concentratie hebben. Je moet natuurlijk ook wel wat getraind zijn, want uit een niets kan het natuurlijk zomaar niet zomaar bekomen. Maar je moet een beetje geoefend zijn. Ja. Tijdens een beetje talent hebben. Je moet dat is een handje gereden. Ivan, van wanneer bent u eigenlijk echt tevreden als inrichter hier? Als alles geslaagd is. Als er veel schutters zijn, zoals vandaag. Ik zeg het nog eens, ik had het niet verwacht. Nu is er al veel volk geweest. Alle putten zijn hier, staan hier vol voorlopig. En dat morgen ook zo'n dag is, ben ik de maandag, als ik hier kom voor alles op te ruimen. Dat is nog zwaar werk, maar dan ben ik dan is het echt geslaagd, ben ik echt content, tevreden. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninoven en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.